Je ziet hier een Joomla website waarop een aantal MP3 bestanden getoond worden. En deze MP3 bestanden bevinden zich allemaal in een map op mijn webserver. Nou, het aardige is, als ik nieuwe bestanden toe zou voegen aan die map en ik zal mijn website opnieuw gaan laden, dan zouden die nieuwe bestanden automatisch hier ook toegevoegd worden aan het lijstje van af te spelen MP3 bestanden. Ik hoef dus niet halmatig steeds nieuwe MP3 bestanden toe te voegen. Dat gaat automatisch zodra ik die bestanden toevoeg aan die map. Hoe je zo'n lijstje met MP3 bestanden uit de map kunt tonen op je Joomla website. Dat zie je in de video die nu komen gaat. In deze video laat ik je zien hoe je MP3 bestanden op je website kunt plaatsen, dus audiobestanden. Welke mensen dus meteen kunnen afspelen op je website. En voor ik verder ga even een opmerking: het plaatsen van MP3 bestanden is soms wat tricky. Want heel veel mp3 bestanden zijn uiteraard auteursrechtelijk beschermd. Dus plaats niet zomaar uh, je lievelingsliedjes uit de top 2000 bijvoorbeeld op je website. Want dan kun je problemen krijgen met de Buma stemra. Maar stel je voor dat je uh, zelf muzikant bent en je hebt je eigen mp3 bestanden. Ja dan kun je die prima op je website plaatsen en ze daar ten gehoor brengen. Of je bent misschien coach en je hebt een mooie audiocursus uh, gemaakt. Dan kun je die via mp3 bestanden heel mooi beschikbaar maken op je website voor je cursisten. En misschien heb je zelf wel andere toepassingen voor het plaatsen van mp3-bestanden op je website. Nou, in deze video gaan we het zo doen. We maken een map aan met mp3-bestanden. En de inhoud van die map wordt meteen op je website geplaatst. Dus de hele inhoud, alle mp3-bestanden kunnen mensen meteen zien en meteen afspelen. En ik heb daarvoor bij wijze van test even een map gemaakt op mijn website. En ik zal je even meenemen naar de bestanden en mappen van mijn website. Die zie je hier. In de map media heb ik een map aangemaakt genaamd audio. En daarin heb ik een aantal MP3 bestanden geplaatst. En deze zijn wel auteursrechtelijk beschermd, maar het gaat hier even om het voorbeeld. En ik ga dus de inhoud van deze map, deze MP3 bestanden tonen en beluisterbaar maken op mijn Joomla website. En dat doe ik met behulp van de MP3 browser plugin. En ik zal die plugin er even bij pakken, dus ik ga naar extensies plugins. En in plugin beheer zoek ik even op MP3. En daar zie je de content MP3 Browser Fork. Plugin. Nou, ik zal die even openen en ik zal als eerste de status op ingeschakeld zetten. Nou, hier op de tab Plugin zie je een aantal zaken, onder andere instructies hoe deze plugin werkt en die werkt heel simpel. In een artikel plaats je de tag music, dus accolade openen, music, accolade sluiten. Daartussenin uh, noem je de map waarin je mp3-bestanden staan en dan sluit je de tag weer af, dus accolade openen, slash music, accolade sluiten. Je vindt nog een aantal instellingen, maar laten we eerst gaan kijken of we mijn MP3 map aan de praat kunnen krijgen in Joomla. Dus ik klik op opslaan en sluiten. En ik zal dan een artikel gaan openen. En ik heb wel geteld op dit moment één artikel op mijn website. En dat is een speciaal artikel genaamd test. En ik zal die openen. En hier zie je mijn artikel. En je ziet ook de regel: dit is mijn muziekverzameling. En daaronder ga ik mijn MP3 bestanden tonen. Dus ik open met de tag accolade openen music. accolade sluiten. En dan zal ik, en ik zal even in plaats van music er music van maken. En dan ga ik de map uh, openen of aangeven waarin mijn mp3 bestanden zich bevinden. En die map was media slash audio. Daarna sluit ik de music tag weer af, dus accolade openen slash music accolade sluiten. En als het goed is, is dit genoeg uh, om mijn mp3 bestanden uit deze map te tonen op mijn website in dit artikel. Ik klik op opslaan en zal dan naar de voorkant van mijn website gaan om te kijken of het werkt. Dus ik ga naar de bekijk website. En je ziet hier inderdaad mijn map met daarin de MP3 bestanden eh, die ik in die map geplaatst had. En je ziet de titel, je ziet een download knop. En je ziet hier een, een player. En als ik hier op uh, de play knop uh, klik, dan zal Hey Jude van de Beatles beginnen te spelen. Wanneer ik nu één mp3-bestand zou toevoegen aan deze map, dan zou die automatisch getoond worden. En ik kan je het even laten zien. Ik zal een mp3-bestand even ergens vandaan halen. Ik heb even een mp3-bestand gekopieerd en ik plak die nu in de map audio. En er is een liedje van 10cc. En ik zal mijn website opnieuw even gaan laden. En je ziet dat het liedje er meteen bijgezet wordt: hè? 10cc Dreadlock Holiday. En ook deze is meteen af te spelen. Je kunt dus heel eenvoudig uh, MP3 bestanden uit een map op je website tonen via die MP3 Browser Fork plugin. Nou, je zag in die plugin een aantal instellingen. Dus laten we eens gaan kijken naar die instellingen. Ik ga dus weer terug naar extensies plugins. En ik open weer de browser, MP3 Browser Fork plugin. Dus ik zoek weer even op MP3. En daar vind je die plugin weer. En we gaan eens dus kijken wat we hier allemaal kunnen instellen. Nou, we kunnen het maximaal aantal rijen instellen. En die staat standaard op 20. Dat betekent dat er maximaal 20 mp3 bestanden uh, onder elkaar gezet worden. Ik zou deze ook laag kunnen instellen of hoger. Maakt niet uit. En ik zal hem eens op 3 instellen. Ik heb 4 liedjes in mijn map. Ik heb nu het maximaal aantal rijen op 3 gezet. Als het goed is worden er dadelijk maar 3 mp3 bestanden getoond. En je ziet, inderdaad worden er maar 3 getoond. Nou, ik zet nu uh, de instelling weer op 20. Je kunt aangeven wat er getoond moet worden wanneer de map met mp3 bestanden leeg is. Uh, met de optie Hide When Empty. Nou, wanneer je deze aanvinkt, dan zal uh, de map niet getoond worden wanneer er geen mp3 bestanden in zitten. Zet je deze optie niet aan, dan uh, zal er dus een boodschap getoond worden dat er geen mp3 bestanden getoond worden, of aanwezig zijn in die map. Je kunt ook aangeven of je submappen wilt toevoegen. Stel je voor dat je een onderverdeling hebt gemaakt in meerdere artiesten. Dan zou je kunnen aangeven van hé. Hey, uh, include subfolders, dan worden die submappen ook getoond. Nou, je kunt uh, de sortering uh, bepalen. Je kunt op uh, uh, bestandsnaam, op aanpassingsdatum, uh, op wijzigingsdatum veel uh, sorteren. Nou, ik laat eens op uh, bestandsnaam staan. En je kunt aangeven of het aflopend of aflopend moet zijn. He, als het op uh, bestandsnaam gaat en is het alfabetisch, dan er komt uh, een liedje met de titel die met een A begint als eerste, maar zeg je Descending, dan zal juist een liedje uh, waarvan de titel begint met een Z als eerste komen. Ga je naar de column output, uh, dan kun je aangeven welke zaken er getoond moeten worden. En je ziet dat uh, er nu onder andere een download knop staat en je kunt zeggen van, nou laat die download knop maar zitten, verberg die maar via de optie Hide. Je kunt ook een limiet op het aantal downloaden uh, opgeven. Je kunt aangeven of je de grootte, de bestandsgrootte wilt uh, tonen en je ziet dat die... Uh, 6,5 MB is. Het liedje heet Juice en Yesterday is 2,3 MB. Maar ik kan ook zeggen van nee, de size of de grootte mag wel verborgen worden via de optie Hide. Als ik dan mijn website opnieuw ga laden dan zie je dat het aantal MB's niet meer getoond wordt. Zo kun je ook de duur van het liedje, dus hoe lang een liedje duurt niet meer tonen als je het zou willen. Je vindt nog een tab Styling en je kunt hier bijvoorbeeld aangeven hoe breed de tabel met mp3-bestanden moet zijn. Als je hier gewoon een getal invult, bijvoorbeeld 200, dan zal dit als pixels geïnterpreteerd worden. Ik klik even op opslaan en ik zal mijn pagina opnieuw gaan laden. En je ziet dat mijn tabel dan een stuk smaller wordt. Je kunt ook een waarde in percentages opgeven, bijvoorbeeld 90%. Ik klik op opslaan en dan wordt de breedte van mijn tabel 90%. Je kunt aangeven hoe de tabel getoond moet worden, dat kan een tabel zijn. Je kunt ook kiezen voor een div. Ik zal dat even doen. En ik zal mijn pagina opnieuw gaan laden. En je ziet dat het er dan iets anders uitziet, maar je kunt dus zelf uh, variëren met die weergave. Je kunt nog aangeven hoe groot de header moet zijn, hoe groot de rijen moeten zijn. Je kunt nog wat met kleuren doen. Nou, allerlei zaken die je dus uh, kunt instellen ten aanzien van de weergave van die tabel. En daar moet je maar even mee experimenteren om te kijken wat voor jou uh, de beste instellingen zijn. Maar op deze manier kun je dus heel eenvoudig uh, de inhoud van mappen met mp3-bestanden tonen op je Joomla-website. Waarmee mensen die je website bezoeken, meteen je mp3-bestanden kunnen afspelen.